In deze video ga ik je uitleggen hoe je een app kunt maken met het programma Marvel App. Dat hele Marvel App gebeuren, dat is een hele leuke site waarin je op meerdere manieren een app kunt maken. Eigenlijk maak je daar schermpjes in en die knoop je vervolgens aan elkaar. Nou, ik heb hier een videootje staan op de site waarin twee van die mannen... Hallo mensen van de wereld, mijn naam is Manny, mijn naam is Rick en welkom bij alweer een nieuwe... Kun je bekijken, maar ik ga het je ook uitleggen. Want zij, die twee mannen, die maken een app waarbij ze de schermpjes al getekend hebben of al gemaakt hebben, ontworpen hebben. Wij gaan ze zelf maken. Goed, ik ga het je laten zien. Ik ga hier naar de link van Marvel App. En we gaan eventjes ervoor zorgen dat jullie dat ook kunnen zien. Yes, als ik daar ben, dan zie je dit. Ik ben al ingelogd, maar jullie moeten zelf dus even een account aanmaken. Maar ik ben al ingelogd en anders maak je dus zelf even een accountje aan. Dat is gewoon gratis. En, nou, je ziet, daar kan je allerlei dingen mooi ontwerpen voor allerlei zaken. Ik ga naar mijn dashboard. En vervolgens, ik ga even eentje wissen, als dat kan. Even kijken. Nou, dat zal. Oh, wacht. Once I remove archive. Yes, goed. Dit is een appje wat ik ooit gemaakt heb als voorbeeld. Doet er nu even niet toe. Dit is het scherm waar je uiteindelijk in komt. Dit zijn je projecten. En we gaan een nieuw project maken. Dus we klikken hier rechtsboven op Create Project. Zeg, wat wil je maken? Ik wil een prototype maken. We moeten dat een naampje geven. Bedenk een logische naam. Dat is wel zo handig. Een projectname, hardware app in mijn geval. Wat wordt het? Wordt het een website of iets voor tv? Nee, we gingen een appje maken voor een, nou, in mijn geval een iPhone 12. Als jouw mobieltje er niet tussen staat, geen stress, kies er gewoon eentje. Het maakt niet zo heel gek veel uit, want er worden gewoon schermpjes gemaakt de grootte van jouw keuze. Goed, ik heb de hardware app, iPhone 12, Create Project. Goed, wat krijgen we dan? Je kan een sketch plugin doen, doen we niet. We kunnen iets met voorbeeldjes doen, doen we ook niet. Wij gaan gewoon, hij staat hier al een beetje te blinken. Upload or create designs. We gaan namelijk nieuwe designs ontwerpen. En we gaan ze maken in Marvel. Dit programma. Goed, nu krijgen we een schermpje te zien van ons iPhone'tje. Hier staat hij. En hier aan de linkerkant hebben we een aantal dingen die we kunnen toevoegen. Zo hebben we bijvoorbeeld, je kan gewoon dingen tekenen. Bijvoorbeeld, nou, dan heb je een blokje, maar die zijn over het algemeen niet zo mooi. Je kan tekstjes toevoegen. Die zijn over het algemeen net even te klein. En je kan kant-en-klare dingen toevoegen. Nee, we doen even een echte telefoon. Nee, gewoon. En... Oh kijk, zo die notch bovenin, hè, dat zie je, dan heb je al meteen mooi dat schermpje gemaakt. Dan kunnen we nog bijvoorbeeld iets maken met, nou, bedenk eens wat. Een mooi tekstje. Kijk, heb je bijvoorbeeld zo'n tekstblok. Met, en dan komt hij hier. Super gaaf. Als ik hier op klik, dubbelklik, dan kan ik dus een tekstje veranderen. Yes. Je kan nog meer dingen toevoegen, hier moet je gewoon mee spelen. Dit zijn geen interactieve datumpickers hoor, het is gewoon een prototype tenslotte wat we maken. Dus. Nou, deze kunnen we eens toevoegen. Zo, hoppa. Ik doe deze een beetje omlaag, bijvoorbeeld. En hier zou ik dan weer dingen in kunnen zetten.
een afbeeldingje. Je kan ook afbeeldingjes. Nou, dat was een slechte keus, volgens mij. Zo, bijvoorbeeld. Het is gewoon even een voorbeeld, hè, meer niet. Je moet er gewoon zelf mee spelen. Goed, het is één zo'n schermpje. Wat ik nu ga doen, ik ga hem hier rechtsboven afsluiten. Zet close. Ik ga nog een schermpje maken. Dit is mijn eerste schermpje, zeg maar. Zie je dat? Ja. Gaan we een nieuw schermpje maken. We gaan hem weer designen in Marvel. En dan begin ik weer eventjes. Wireframe elements. Net hadden we zo'n mooi die notch of zo heette dat. Dat hebben we hem weer. Voegje toe, vind ik wel mooi om te zien. Er zijn echt heel veel dingen hoor, die je kan doen. Kijk. Wat hier, een pietel. En dan wil je bijvoorbeeld misschien een body text er nog bij. Oeps, niet te groot. En hier kan je nog wel kijken. Zo, super gaaf. Je kan ook een heel ander soort kiezen. Je kan bijvoorbeeld hier kiezen voor. Even denken. De tekst was niet helemaal gezocht. Even. Ja, dit is best wel gespeurd toch, joh, altijd. Er zijn best veel dingen die je kan toevoegen. Denk eens wat. Ik ga deze gewoon eens doen. Nu kun je dus al die teksten kun je wijzigen. Dus op deze manier kun je best wel schermpjes maken. Je kan ook gewoon een tekstveldje plaatsen. Je kan allemaal spelen mee. Goed. Op iedere pagina moet natuurlijk wel een terugknop komen, zeg maar. Nou, hier hadden we zoiets. Ik had deze toegevoegd. En dan zie je hier bijvoorbeeld de titel. Nou, dan zeg ik... Doet u dat? Nee. Hier nog dan. Ver van de raadje app tenslotte over. We hebben hier een terugknop. En dan kan hier bijvoorbeeld nog een. Wat een gek man. Ja. Nou, dat wordt nog een home knopje. Ga ik ook sluiten. Ik heb nu twee schermpjes gemaakt. Jij hebt er natuurlijk veel meer nodig. Als je in je flowchart heb je dat geregeld. Ik ga ze nu aan elkaar knopen. En dat doe ik door middel van prototype. Veel te groot. Ik kan even uitzoomen. Stel dat dit mijn, in dit geval een beetje rare... Eerste pagina is, en stel dat dit dan gaat over die tweede pagina. Dan selecteer ik dit. Ik zet er gewoon een soort schermpje overheen, zeg maar. En dan zegt hij, goed. Dan krijg je zo'n schermpje omhoog. Wat moet er dan mee gebeuren? Waar moet die naartoe? Nou, dan zeg ik, klik je deze aan, naar het tweede schermpje. Prima. Hoe moet dan die transitie gebeuren? Dus hoe gaat die overgang? Moet hij invaden? Moet hij opschuiven? Of... Nou, we doen eens flip.
Dat is gewoon leuk. En doe close. Oké. Dan gaan we eens dat tweede schermpje maken. Doen we ook prototypen. Dan zeg ik, nou, als ik op dit gedeelte klik, back, dan moet die niet naar specifiek dit schermpje, want misschien is het wel heel ergens anders. Maar dan zeggen we hier, link to the last visited screen. Oké. Dan gaan we naar home. Komt niet zo nauw, want je vingers moeten er een beetje op passen. Die gaat wel naar dit home schermpje. Handig toch? En dan kan je hier nog weer, klik ik weer even hierop op deze, kan je weer zeggen, hoe moet dan... dank u. Hoe moet die transitie dan gebeuren? Nou, die kan je me spelen. Maakt allemaal niet zoveel uit. Ik kan ook zeggen, nou misschien moet je wel swipen, bijvoorbeeld. Kan ook. In plaats van erop klikken. Maakt allemaal niet zoveel uit. Ik klik in ieder geval op dan. Nou gaan we even testen. Presentatieschermpje, kijken of dat werkt. Dus ik druk hier op play. Oh, wacht. We gaan eventjes laten zien dat jullie dat ook zien, want ik zie dat jullie het niet zien. Goed. Ik heb op play gedrukt en je ziet nu mijn appje. Mijn notch, mijn schermpjes. En als ik nu ergens op klik, dan zegt hij nou, het enige wat je kunt klikken is dit ding. Nou, dan klik ik hierop. En dan ging hij mooi flippen, maar dat had ik aangegeven, naar het nieuwe schermpje. En ik kan dan hier zeggen back. En dan gaat hij weer terug naar dat schermpje. Of ik kan naar home. En dan ging hij met zo'n andere. Zag ik dat? En dan schuift hij hem op, want zo had ik dat gemaakt. Nou, super gaaf. Ik ga weer terug naar mijn appje. Dat was deze, dit tabbladje. Als ik nu uiteindelijk heel veel schermpjes heb gemaakt, en ik kan ze tekenen in dit programma, ik kan ze ook tekenen in een ander programma, dan moet je het nog kunnen delen met mij. Of althans, je moet het nog aan de wereld laten zien. Dus dat doen we hier bij Share. Klik hier op Share. En dan gebruiken we de link. De Share link. Dus dat is deze. Ik kopieer deze. Bam. En deze link, die ga je dan uiteindelijk ook inleveren. Want als ik op deze link klik, ik zal het eens doen. En dan moet ik weer eventjes daar naartoe. Als ik op die link heb geklikt, dan zie je hier dat dat... nou, zoals ik hem dan ook zie. Dus zo kan ik hem dan ook, zeg maar, nakijken. Zo kan ik hem ook testen, teksten doorlezen over de hardware, de plaatjes erbij kijken. Dus best wel een hoop gepiel. Het is wel leuk werk, maar het is wel een hoop gepiel. Dus zorg dat je hier niet te veel voor je uitschrijft. Goed, op deze manier kun je dus je... app maken in Marvel app. En kun je uiteindelijk aan de slag. Deze boys leggen het ook uit. En uiteindelijk moet je die link die je gekopieerd hebt in gaan leveren in je verslag. En zorgen dat die ook klikbaar is. Nou, succes met het maken van je app. Gaat zeker lukken. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten.